Ja, over de Eritrese meiden. Ja, die kwamen dit jaar binnen als op het oog weinig gemotiveerd. En waren daar wel, niet heel regelmatig, maar over het algemeen, maar het grootste deel van de zomerschool waren ze aanwezig. Maar moesten erg gestuurd worden. En zat veel achter een telefoontje. Nou, we gingen iedere week met een ander groepje gingen we koken. En mochten ze zelf bepalen wat ze gingen maken. Nou, boodschappen doen met de meiden was al een ervaring, omdat ze nou, Nederlands gewoon niet machtig zijn, of nauwelijks. Dus dat ging moeizaam, tot er gekookt moest worden. En braaf uien snijden, want zij mochten vertellen wat we gingen doen. En toen was het, gaan jullie maar even opzij. En ik weet niet wat er gebeurde, maar er kwam een uiensnijmachine los. Ze waren niet bij te houden. En ze waren blij en trots. Ja, en de avond voor had ik ook Eritrees gegeten bij Eritrese volwassenen. Maar wat deze kinderen hadden gemaakt was van zo'n andere kwaliteit. Een soort bruiloftsmaaltijd en zo mooi. En het was ook heel leuk om te zien dat ook Syrische kinderen zijn niet echt gewend om eten van andere culturen te eten. Maar gingen wel echt hun bedanken van ja, ik proef wel dat jullie ontzettend je best gedaan Ja, hebben. nou En daarna dat zijn is ze zo. actiever geworden en ook Ja. met hoogspringen van hey, ik kan het eigenlijk wel. Dan doe ik met de jongens mee. Of ja, het koken was sowieso het weer dingen doen met je eigen cultuur. Kan je weer heel erg verbinden met je trots en met wie je bent. En ze werden ook En opener, het was beter contact, het was meer contact. ja, gingen ze jou lekker aanraken. Ja, mevrouw. Ja. Ja, dus dat was heel leuk. Ja. Ja.